Welkom iedereen met een let's play van Dragon Quest Monsters Joker. In het vorige deel begonnen we, in dit deel gaan we een beetje een van het island exploren. We hebben een... Oké, we hebben rond 50 goud, we kunnen geld droppen. En geld opnemen was op zich best handig. Beter dan als je moeder het meeneemt, een deur. The door is locked. So, Kinney. Next koning is de uitvinding machine. In de front is de... Oké. Oké, dus hij is de box. Oeps, switch. View. Substitute, release. Oké. Dus hij bewaart je monsters. Ah, we fuse monsters. Oké. Wacht even. Ja. Oké, dus we kunnen synthesizen. Dat is op zich mooi. Bye. Stone Axe. Stone Axe. Ook een club. Stone Claws. Oh. Nou, dan Stone Axe maar. Bye. Meneer, weet ik niet wat ik moet doen nou. Bye. Oh, 3. Bye. Oké, volgens mij... Ik weet niet wat we hebben gebuyed. We hebben een equip item voor een drilber. En wat we hebben wat healing. Meneer, weet ik niet wat we moeten doen nou. De muziek verandert ook meteen. Oh, slimes. Slimes zijn de meest symbolische monsters van Dragon Quest. En dit ligt ook meteen het vechten uit. Het vechten is iets uitgebreider dan Pokémon. Je hebt fight, waar gewoon de gozer zelf vecht. Oké, zo kan ik niet uitleggen hoe alles werkt. We moeten even op zoek naar een andere slime. Daar was een andere slime. Kom eens even hier, slime. Slime, slime. Hoi. Oké, dan kan ik het beter uitleggen. Je hebt give orders. Attack, defend. En psych up. Increase the user's level of tension. Ik weet niet wat het doet. Psych up. Tactics. Show no mercy. Defeat enemies as quickly as possible, regardless of MP use. Mix it up. Focus on healing. Don't use magic. En hier kan je de attributes zien. Don't use magic. Heb je scout. Kunnen monsters mee vangen. Hebben we item, healing en wegrennen. Voor dusver ga ik niet echt heel moeilijk erop in. Scouten kan toch pas wanneer we een beetje hoog level zijn. En ja, ik ga een beetje hetzelfde doen als Chrono Cross. Dus heel simpel, zijn de monsters die ik eerder heb meegevochten, snijk ze eruit. Zoals ik al zei, ik snij ze eruit. Of ik druk op pauze en doe ik het opnieuw. Maar ja, de game heeft soms een beetje last van frame lag. Dit komt niet eens op mijn emulator. Maar omdat de game redelijk groot is en je hebt een Nintendo DS, kan zijn dat soms de game leidt aan, nou ja, frames dropping. Framerate problems. Maar dat is alles. Maar kijk maar eens even naar de wereld. Je hebt een gigantische wereld. Compleet 3D. En waar ga ik naartoe? Ik heb echt even... Geen flauw benul. Monsters hebben andere manieren. Wanneer ze dat hebben, worden ze agressief op je en lopen ze achter je aan. Dus ja, niet echt heel interessant, maar je moet wel een beetje opletten met wat je dan doet.
Ieder eiland is redelijk groot. Ik denk dat ik op zich ook het eiland wel ga exploren. Oké, hier kan ik dus niet verder, dus ik heb hem al zelf vastgezet. Handig. Trapje af. De camera kan je draaien door middel van, voor mij, I of B. Ik weet ook, voor mij is het D, maar ik weet niet wat op de echte controlpad is. Je kan je op een makkelijke manier droppen, zoals een Zelda. Dat vind ik op zich best jammer, want het verpest een beetje de flow van de game naar mijn mening. Oké. Kunnen we hier naar beneden droppen? Ja, mooi. En dit is een chest. En wat zit er in de chest? Exodust. Oké. Ik vind het heel mooi dat hij dat zegt. En ik kan daar zo weinig mee. Dat is een platypunk. Die konden we ook eerst recruiten. Laten we daar maar even naartoe lopen. Ik denk dat we wel een compleet omweg moeten lopen. Maar ja. Wat ik zei, all in the game. Wel een beetje opletten. Heel simpel, op het eerste stuk het is de game niet zo moeilijk. Je moet wel een beetje gaan opletten, want hier ben ik wel achter gekomen, want ik heb al een stuk voor Infant Island gedaan. Of tenminste een klein stuk. En er is hier een monster wat ook meteen kan hitten voor 80. Dus ja, daar kleine waarschuwing daarvoor. Ik zal zo meteen nog wel een keer dat... Nou, ik wil eigenlijk laten zien hoe scouten werkt, dat doe ik nu aan. En ze laat meteen iets moois zien. Je kan 3 tegen 3 hebben. Je kan zelf beslissen met wie je vecht. Dat doe ik door middel van tactics. Maar ja. Nu wil ik even zien hoe scouten werkt. Scouten werkt gewoon. Je klikt op een monster. Prepares the scout. En dan zie je een procent. Hoe hoger percentage... Hoe beter het is. 42 is best laag, maar het werkt. Een monster wat we nou hebben is een slijm. Slijmen zijn niet sterk. Ik ben er geen fan van. Dus hij heet Slimer. Ik vind het best. Send to storage. Dit vind ik mooi, want je kan steeds zeggen. Oké, ik wil hem houden. Ik wil dat hij naar storage gaat. Of ik zet hem als substitute neer. Op zich had ik dat ook liever gehad als dat ook in Pokémon doen. Dus meteen optie geven. Zo van de Safari Zone. Dat je meteen kan beslissen. Oké, ik wil hem in de shit hebben. Ik wil hem in de box hebben. Oh, fijn. Ja. Dit kan ik wel even uitleggen. Je ziet hier dat gefinste boxje. Dat betekent dat je als eerste aanvalt. Dus ja, ik zeg nog een paar dingen van de game. En ik doe het op basis van wat ik eruit haal. Maar ja. We gaan de brug over. Misschien komen we nog een platypunk tegen. Zou ik op zich mooi vinden. Ik vraag erom en ik krijg hem ook. Mooi. Maar ik wil een platypunk graag recruiten. Waarom? Simpele reden. Ze zijn redelijk sterk. Ze zijn redelijk tanky. De platypunk dras neer. Fight, fight. Oké, hij is sneller. Natuurlijk, snelheid, agility is ook belangrijk met dingen, met vechten. Hoe hoger de snelheid, des te eerder je kan aanvallen. Oké, platypunk. Mooi. De platypunk joins Dark Left's team. Hetzelfde als Pokémon, je doet er wat damage en dan wordt het makkelijker.
Wat is een mooie naam hiervoor? Ik vind een beetje dorpje eruit zien, dus ik noem hem Dun. Ik ga denk gewoon Pokémon naam gebruiken voor Dunspark. Dunspark, ja. Open de main menu. Items. Oh. Seal automatisch, wat op zich mooi is. Ah, die is ook mooi. Had ik niet laten zien. Hier heb je heel veel shit. Monster Scout. Zoveel goud hebben. Darkonium Collected. Number of Battles Won. Number of Battles Scouted. Number of Synthesized Monsters. Die we hebben gefuseerd. Gozer. Nu killen we nog even, want ik wil nog even laten zien hoe je levelt. Oh ja, je ziet ook die tekens, dat bliksemschichtje en bij Dunspark en anders, een vuistje en een bliksemschicht. Dat is de tactiek die ze gebruiken. En ze krijgen een gedeelde experience. Dezelfde als Pokémon met experience shares. Het is op zich best een leuk idee. Maar je zou ik nog vinden als ik ergens nog een gozertje kan vinden. Met gozertje bedoel ik iets met special. Die magic gebruikt. Maar ja, betwijfel ik op zich. Oké, dat ding is dicht. Oké, hier is een tent. Ik ben niet aan het exploren, dus ik weet niet wat ik kan verwachten. Een oude man. Enderman Island's famous Monster Scout Proficiency Test. Oké. Ik vind het goed, joh. Doen we de test maar. Ja. Een hulp, mooi. Jezus. Oh, laat hem maar. Ja. Ja, oké. Oké, dus levelen. Levelen maakt het makkelijker. Oké. Dit is kans-based. Ja. Oké, dus je gozer heeft de kratten opgeruimd van net. Dat op zich mooi. Maar voor mij moeten wij hier naartoe. De scoutpost gaan we in het volgende deel wel naartoe. Oeps. Maar even. Ik ga toch maar vechten. Eén moment. Nou, dan gaan we verder. Sorry, ik was een beetje aan het klooien met de stats. Ik was een beetje aan het kijken wat het verschil was. Fucking hell. Nou ja, we vechten maar gewoon niet even doorheen, want het is toch kort. Oh nee, mijn Platypunk, mijn Dunspark. Mijn Centerparks. Dood. Goud is een beetje raar in deze game. Ik krijg op zich best veel, of ik kan heel weinig krijgen. Het is een beetje zoals met Majora's Mask, wanneer de borders naar beneden komen. Maar ja, het is een beetje moeilijk om te ontwijken, maar dat is een beetje alles. En dan gaan we de god in. En de god, door het volgende deel. Wel mooie muziek.
Ik hoop dat je genoten hebt en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!